Goedenavond allemaal en wat fijn hier terug te zien na het eten. We gaan zo beginnen met de sessie over het technisch ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis en de kredietaanvraag uitvoering project Nieuw Gemeentehuis. Allereerst een aantal mededelingen wat betreft de orde van deze sessie. Voor dit sessieverzoek hebben zich geen insprekers gemeld. Er is vanmiddag een digitale bijeenkomst geweest over dit onderwerp. En bij dit raadsvoorstel heeft u ook het advies van de raadswerkgroep, of een begeleidend advies van de raadswerkgroep Nieuwbouw gekregen die in IBAB staat. Daarnaast is het zo dat we voor deze sessie één spreektermijn hebben. En dit is aan u voorgesteld en vastgesteld. En ter afronding van de eerste termijn heeft het college de mogelijkheid om antwoord te geven op uw vragen. Technische vragen horen niet in deze sessie thuis, zoals u alle weet. En ik wil u ook vriendelijk verzoeken graag via de voorzitter te praten. En dan is er als laatste de vraag, er zit een geheime bijlage bij dit voorstel. Mocht u dit willen bespreken, dan zou ik dat graag van tevoren even ophalen. Is er iemand die iets over de geheime bijlage wil zeggen straks? Op dit moment niet. Als dat later nog wel het geval blijkt te zijn, kunnen we altijd nog in de beslotenheid gaan. Maar dan ga ik voor nu het eerste stuk openen en dan ga ik kijken wie er wil beginnen. Meneer Spijker, één Haarlemmermeer. Voorzitter, dank u wel. Laten we beginnen met het raadhuis. Natuurlijk moet er een functioneel representatief raadhuis komen, maar tegen welke prijs? Het aangevraagde krediet van 65 miljoen, dat klinkt mooi, maar dat lijkt wel een slaapmutsje voor de totale verinvestering van 75 miljoen, of die zal overschrijden. Echter, wij zijn bang dat prijsstijgingen voor onvoorziene ontwikkelingen van materialen en gebouwen zal kunnen komen. Dus en één haal meer kwam ook wat zorgwekkende feiten tegen. De collectieve warmte-koude opslag, nou, die zou te laat of niet bij onze buren kunnen aansluiten. Dan krijgen we wel een heel dure verwarming. De netcongestie op een netwerk met alle problemen van energielevering. Nou, we weten allemaal dat is er en we zijn er toch wel erg bang voor. Maar de meest verontrustende tekst is wel, zo kunnen de kosten hoger zijn dan het bedrag dat wij geraamd hebben. Ik citeer dus, hè. Wanneer dit gebeurt, moet er een extra krediet worden gevraagd bij de raad. Dus we zitten al straks op een kans dat het meer dan die 75 miljoen zal komen. Dus wij hebben toch wel twijfel. Dan heb ik nog wel even iets over het technisch ontwerp. Er was een voorbeeld van, ik citeer, Ferrari-doek op een frame buitengevel van de raadzaal. Toen dacht ik, ja, dat is leuk voor autoliefhebbers, maar is dat functioneel? Ik zag de logica niet. Maar ik hoor nog graag of dat mogelijk is om te beantwoorden. Dan hebben we nog even als laatste de Vries met de tekst aan de voorkant en aan de zijkant. Dit is totaal niet beslist. Maar hij wordt nu wel doorgedrukt. En ja, we hebben een prachtig ruithuis straks op de tekening. Moet er dan zo nodig zo'n tekst op komen? Dit was onze bijdrage, eerste ronde. Dank u wel. Dan gaan wij door naar de volgende spreker. En dat is de heer Schaap van Vortse. Dank u, voorzitter. Laat ik nog eenmaal benadrukken dat wat de fractie van Vortse betreft het oude in 2021 afgeschreven raadhuis gerenoveerd had moeten worden. Omdat de raad na het ontvangen van onjuiste informatie koos voor een nieuw raadhuis, moeten we vandaag een technisch ontwerp vaststellen en een krediet vaststellen. Fortsa wil als eerste de raadswerkgroep Begeleiding Nieuwbouw hartelijk danken voor het haar gegeven advies. Het is fijn om te vernemen dat de werkgroep deze keer wel volledig betrokken is. Het technisch ontwerp is een logisch gevolg op het reeds vastgestelde definitief ontwerp. Ik zal me daarom beperken tot de enige wijzigingen. De vraag of we instemmen met de toevoeging van 3 gecontroleerde toegangspoortjes aan het functioneel en technisch programma van eisen. Laten we daar kort over zijn. Veiligheid boven alles. Naar onze mening draagt deze wijziging daaraan bij. We hebben door middel van een motie van onze fractie uitgesproken dat de fractiekamers geen vergaderruimtes worden genoemd. Maar de bouwkundige bijlagen staan dan toch weer fractiekamers -vergaderruimtes. Het zijn fractiekamers. Dan de Vries op de dakrand. Dat zien we bij Fortsa niet zitten. Het weglaten hiervan zou een mooi bespaarpunt kunnen zijn. En dan het onderhoud. Een punt van aandacht om te voorkomen dat over 40 jaar een nieuw te bouwen raadhuis met de sloopkogel kennis maakt.
Er is gekozen voor een build- en maintain-aanbesteding met één hoofdaannemer. Hierbij wordt in de besteding zowel de bouw als het onderhoud van het gebouw voor een tijd van 20 jaar aan de aannemer overgelaten. Hoe zit het met de risico's als de aannemer in die tijd ophoudt te bestaan of wordt overgenomen? Wat gebeurt er met het onderhoud na 20 jaar? Laten we dan ook weer achterwege, zoals bij het vorige raadhuis. Verder baarde netcongestie onze fractie erg zorgen. Wat is onze plan B? Als die ontbreekt, klinkt enkel een vergaderruimte voor de raad en thuiswerk voor de organisatie veel beter ineens. Hoe mooi was het in 2020, voorzitter? De wethouder belooft een mooi nieuw raadhuis voor 57,5 miljoen, een besparing van 1,2 miljoen per jaar en de bouw van een nieuw gemeentehuis in 2022 en 2023. Ondertussen zijn we beland in 2024 en moet de bouw nog beginnen en vraagt het college om 75 miljoen. En nu zitten we dus op het punt van geen weg terug. Het college liet ons deze week nog weten dat het financiële risico maximaal 32 miljoen bedraagt. Rest ons alleen de vraag, wat zal er eerder zijn? De eerste paal in de grond of de overschrijding tot een bedrag van plus 100 miljoen? Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Schaap. Dan even voor de orde. Als eerste is straks meneer De Koning, dan de heer Zuiderwijk, dan mevrouw Van de Meeberg, dan mevrouw Van Straten, daarna mevrouw Antolini en daarna mevrouw Hupp. Dan ga ik nu het woord geven aan de heer Koning. Dank u wel, voorzitter. Het lijkt nog maar kort geleden dat de raad zich verzette tegen het voorontwerp van het nieuwe gemeentehuis. Het CDA heeft zich toen met andere partijen hard gemaakt voor verschillende aanpassingen van het ontwerp, middels 7 aangenomen amendementen en een motie. Dat was nodig omdat de kosten te hard stegen. De belangrijkste conclusie is nu dat het investeringsbedrag is gestegen van 57 tot 75 miljoen. Dat heeft een veel grotere impact dan het simpelweg omdraaien van 2 cijfers. Een belangrijk deel daarvan is toe te schrijven aan niet beïnvloedbare factoren, zoals rentestijging, duurdere materialen en nieuwe eisen vanuit de elektriciteitsvoorziening. Het CDA wil dit soort zaken oplossen door niet beïnvloedbare stijgingen te accepteren. Daarentegen zullen wij wel extra scherp zijn op toekomstige stijgingen als gevolg van eigen fouten, zoals bijvoorbeeld vergeten archiefruimte en toename aantal raadsleden in het verleden. Het technisch ontwerp volgt logischerwijs uit het definitief ontwerp, dat reeds is vastgesteld. Het wijkt niet of nauwelijks af van het definitief ontwerp. Alleen de raadswerkgroep heeft nog kans gezien het bedrag met 190.000 euro te verhogen door 3 gecontroleerde eenspersoonstoegangspoortjes toe te voegen. Gezien het enorme aantal bijlagen krijgt de fractie voorts niet de indruk dat er iets vergeten is. Er zal immers een nieuw raadhuis moeten komen. Na de aanbesteding weten we of de berekeningen van externe kostendeskundigen kloppen. Dat is een heel spannend moment. Er worden nog 4 risico's benoemd, ook besproken in de informatieve bijeenkomst vanmiddag. De aanbesteding kan mislukken, vertraging startbouw, de warmte- en koude opslag is te laat klaar, de netcongestie op het elektriciteitsnet. Nou, die trajecten moeten gewoon genomen worden om verder te komen. Mijn fractie gaat ervan uit dat alles in het werk wordt gesteld om te voorkomen dat vertragingen door ons handelen voortkomen. Nou, en om dan een voorbeeld te noemen. Nou lezen we dat de commissie Omgevingskwaliteit zich nog moet uitspreken over het ontwerp. Nou, dat is iets wat we volledig in de eigen hand hebben. En dat kan dus niet tot vertraging leiden. Vertraging betekent immers weer meer kosten. En op 17 november is het definitieve ontwerp al vastgesteld. Dus dat moet tijdig beoordeeld kunnen worden. En of we voldoende vermogen op het elektriciteitsnet hebben, dat moet ook gewoon zo snel mogelijk uitgezocht worden. Positief is dat de raming voor de exploitatiekosten uitkomt op 5,3 miljoen. Dat is lager dan de 6,4 miljoen aan de huidige jaarlasten. Dan is er nog sprake van een projectrisico van 2,5 miljoen. Het advies van de raadswerkgroep om per omgaande risico's die zich daadwerkelijk voordoen aan ons te melden, neemt de fractie van het CDA van harte over. Wij vragen ons voorts af of een risico van 2,5 miljoen
wel voldoende is. Wij zijn niet verbaasd als dit het dubbele wordt. Aannemers hebben op dit moment de luxe om te kiezen welke projecten ze aannemen. En dat is geen goed voorteken. Er zijn nog vele hindernissen te nemen. De aanbesteding is de eerstkomende hindernis die we moeten nemen. Wij zullen dit voorstel dus steunen. Te meer omdat de omvang van het technisch ontwerp indrukwekkend was en vertraging niet gewenst is. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. En voor de kijkers thuis, dit was zeker de heer De Koning. Misschien kunt u even kijken naar uw pasje, want u staat als meneer Van de Peten aangemeld op het scherm. Oh, het is trouwens koning. Oké. Dan is nu het woord aan meneer Zuiderwijk. Dank u wel, voorzitter. Meneer De Koning, top. Laat ik beginnen door te zeggen dat wij kunnen instemmen met de voorliggende beslispunten. En dan hebben we nog twee punten die we graag willen bespreken. En dat gaat ten eerste over de aanbesteding. In de tekst staat conform de planning gaan wij dit voorjaar beginnen met de aanbesteding. En op 7 februari is al een aankondiging geweest van de aanbesteding, waarin ook gemeld wordt, aanmelden op deze aanbesteding is niet meer mogelijk. En op 25 maart sluit de eerste selectiefase en op 16 april begint de gunningsfase. Dus we vinden het een beetje frappant dat er in de tekst aan wordt geduid dat de aanbesteding moet beginnen. Maar naar onze mening is dit al lang begonnen. En we willen dus ook graag van het college weten waarom is de raad hier niet over geïnformeerd. We begrijpen goed dat, dat het college zo snel mogelijk de aanbesteding wil beginnen. En daar zijn wij ook helemaal voor. Maar een brief naar de raad had voor ons goed geweest en dan hadden wij daar ook natuurlijk akkoord mee gegeven. Dus dat hoor ik graag van het college. Het andere punt gaat over de financiële risico's. In de tekst wordt aangegeven dat er een totale risico van 32 miljoen kan optreden, waarbij de geschatte risico 8% is en uiteindelijk dus het projectrisico 2,5 miljoen. En daar willen wij graag weten of het college hier mitigerende maatregelen op heeft genomen. En zeker bij het punt de netcongestie, ja, weet het college de gemeente eigenlijk niet of er ruimte is. Want dat lijkt me wel belangrijk aangezien we nu al bezig zijn met de aanbesteding. En dat waren mijn punten. Dank u wel. Dank u wel, meneer Zuiderwijk. Dan is nu het woord aan D66, mevrouw Van de Meeberg. Dank u wel, voorzitter. Ja, er liggen 3 besluitpunten voor vanavond. Voortvloeiend uit het definitief ontwerp wat al door de raad is goedgekeurd. Eerder, een stuk eerder al. En ik hoor nu toch ook weer mensen zeggen, ja, ik twijfel toch een beetje over dit of dat. Dat is een gepasseerd station. Vanavond hebben we het over 3 besluitpunten die te maken hebben met toegangspoortjes en een krediet. En wat ons betreft kunnen we daar uiteraard mee instemmen, want ja, we moeten verder. Ik heb eerder al horen zeggen door collega's dat ze zorgen hebben over netcongestie. En ik zou daar ook graag een reactie van het college over willen hebben, hoe zij dat zien en wat eventueel de maatregelen en risico's zouden kunnen zijn. Want het is niet alleen een zorg voor ons gemeentehuis, het is een zorg voor heel de polder, wat blijvend onze aandacht verdient. Tot zover. Dank u wel, mevrouw Van de Meeberg. Dan is nu het woord aan de VVD, mevrouw Van Straten. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, namens de VVD wil ik nogmaals de waardering uitspreken voor de raadswerkgroep, die hier zeer gedetailleerd naar heeft gekeken. En wat wij ook zeer kunnen waarderen is dat zij scherp op de centen letten. Dat kunnen we zien uit de reactie met betrekking tot de ingediende rekening voor het meerwerk. We zijn wel een beetje overvallen door de stortvloed van documenten van enorm detailniveau. En ik weet niet, ik kon niet precies zien of dat nou vanuit die raadswerkgroep kwam. Maar ik wil in ieder geval wel het signaal geven dat we wat ons betreft in dit geval zelfs te veel informatie krijgen en ook te veel gericht op de uitvoering. En
wat ons betreft is dat niet geheel de rol die wij hier moeten nemen. Dan wordt al gezegd, wij moeten iets beslissen over het krediet. Nou, als we verder willen gaan met de bouw, dan zullen wij ook dat krediet moeten vrijgeven, want anders gebeurt er weinig. Het is hier ook al eerder gezegd, hè, we hebben ook als raad ons best gedaan om de kosten van die nieuwbouw zo beperkt mogelijk te houden. En we hebben ook steeds ingezet om die nieuwbouw een besparing te laten zijn. En nou, ook de VVD is blij dat we hier lezen dat dat alsnog lijkt te lukken. Dan moeten ze ook nog iets vinden over de extra veiligheidspoortjes. Wat ons betreft is dat natuurlijk jammer dat het nodig is, hè, in een huis van de democratie. Maar kennelijk is het maatschappelijk nu de situatie dat het nodig is. En daarom ondersteunen wij de aanschaf hiervan. Ook de VVD maakt zich zorgen om de beperkte capaciteit op het stroomnetwerk. En niet alleen maken we ons zorgen, maar we verwachten eigenlijk van het college toch wel iets meer dan we in dit stuk lazen. Want dan lazen we, het komt wel goed en het is er. Maar wat ons betreft mogen daar toch wel iets duidelijkere beheersmaatregelen genoemd worden. Want anders lijkt het een beetje van, nou ja, we accepteren het en het komt wel goed. En wat VVD betreft zouden we daar toch iets meer zekerheid in willen hebben. Qua technisch ontwerp, het is hier al vaker gezegd, hè, dat vloeit voort uit het definitief ontwerp. De werkgroep heeft er heel grondig naar gekeken. En wat ons betreft kunnen wij dus ook instemmen met dat technisch ontwerp. En dat was het voor nu. Dank u wel, mevrouw van Straten. Dan is nu het woord aan mevrouw Antolini van het Forum voor Democratie. Dank u, voorzitter. Vandaag is weer eens het zoveelste debat over het nieuwe gemeentehuis. En wat een klasse om de raad te voorzien van maar liefst 275 bijlagen. Maar voorzitter, ik kan er nu al verklappen dat ik niet eens de moeite heb genomen om deze bijlagen te bekijken. Want het enige werkelijk cruciale stuk dat openbaar besproken zou moeten worden is nou precies het stuk waar geheimhouding op rust. De investeringskostenraming. Onlangs heeft de raad nog gedebatteerd over het laag vertrouwen onder de bevolking in de lokale democratie. FVD heeft toen gepleit om te stoppen met al die geheime stukken en debatten. En ook hier zien we dat over een cruciaal onderwerp waar de gemeente tientallen miljoenen aan uitgeeft, totaal geen transparantie overheerst. Voorzitter, de eerste kostenraming werd geschat rond de 57 miljoen. Inmiddels liggen de kosten rond de 75 miljoen en dit gaat waarschijnlijk nog verder stijgen. Daar komt nog bij dat het gebouw ook nog eens afschuwelijk is, zonder enige culturele eigenheid. Ook de participatie van de raadsgroep is discutabel. Het college van BMW hecht meer waarde aan hun imago. Neem bijvoorbeeld Park 21. Een idioot project waarbij onteigening van boeren niet wordt uitgesloten en wat ook tientallen miljoenen gaat kosten. Wie heeft hierom gevraagd? Tegelijkertijd gaan we het ravijnjaar tegemoet, waardoor de gemeente 20 miljoen moet gaan bezuinigen. En ik kan u nu al vertellen dat de burgers de dupe zullen worden van deze bezuinigingen. Niet de ontwikkeling van de zogenaamde populaire projecten van de gemeente. Voorzitter, is dit eerlijk naar de burger toe? Kan het college dit nog rechtvaardigen tegenover onze inwoners? FVD heeft dit vanaf het begin al aangevoeld, voorzitter. En we zijn dan ook blij dat we vanaf het begin tegen al deze geldverspillende plannen hebben gestemd. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Antolini. Dan gaan we door naar mevrouw Hup van de ChristenUnie SGP. Dank u wel, voorzitter. Nou, op 16 november vorig jaar hebben we het over het definitief ontwerp gehad. En in die 4 maanden is er opnieuw weer veel gebeurd. Het technisch ontwerp, nieuw gemeentehuis en een kredietaanvraag voor de uitvoering van dit project ligt nu voor ons als raad. Nou, we hebben ons als raadswerkgroep, zoals u heeft kunnen lezen, weer flink ingezet voor de juiste processtappen. Zoals ook in de brief staat wat vanuit de portefeuillehouder die op 22 maart is gedeeld. Nou, mede dankzij de intensieve samenwerking die we hebben gehad als raadswerkgroep is het tot stand gekomen. En daar zijn we blij mee. Alles is ook al gezegd in de toegezonden brief vanuit onze werkgroep. Dus ik hoop dat dat ook voor jullie als raadsleden... U krijgt een interruptie of een punt. Een fijne aanvulling was, voorzitter. Van Meeberg. Nou, nee, het is geen fijne aanvulling. Het is een vraag aan mevrouw Hup. Spreekt zij nou namens de werkgroep of spreekt zij nu namens de ChristenUnie SGP? Dat is maar even niet helemaal duidelijk. Mevrouw Hup. Goed dat u dat vraagt. Aangezien ik een eenmansfractie ben en mezelf niet in tweevoud kan opdelen en ik wel lid ben vanuit die raadswerkgroep, heb ik wel gekozen om aan deze sessie deel te nemen, om inderdaad zo meteen mijn standpunt daarover in te nemen. Ik ben vanavond wederom aanwezig om te luisteren, maar ik deelde net alleen even iets. Dus het is nou niet zo dat ik nu iets bespreek vanuit de raadswerkgroep.
Maar misschien wordt dat zo nog duidelijk. Ik weet niet wat, wat hier vervelend aan is. Maar, is het zo duidelijk, mevrouw van der Meeberg? Ja, het is mij duidelijk. Ik vind het alleen een vreemde... maar goed, maar dat is aan mij. Laat maar. Dank u wel. We hadden net even dezelfde discussie hier. Maar voor nu, mevrouw Hupp, gaat u verder. Oké. Nou, dus vanuit de ChristenUnie-SGP raadzetel. We hebben kunnen lezen dat het TO transparant, open en duurzaam is. Een gemeentehuis dat kan worden getypeerd als doelmatig, compact en zonder onnodige opsmuk. Het is dus al heel anders dan het eerst was. Het wordt een prettige omgeving voor inwoners, ondernemers, raadsleden, collegeleden en werknemers. En het ontwerp voldoet aan de door de raad vastgestelde visie op dienstverlening. Nou, als gemeente streven naar goede dienstverlening. Hebben we ook vanmiddag weer kunnen horen. Makkelijk, betrouwbaar, menselijk en verbonden. De vier pijlers. Nou, daar moet ons hart dan toch wel sneller van gaan kloppen, zou je denken. Voor de mensen thuis, ik neem u even mee. Ik citeer uit het raadsvoorstel. Het nieuwe gemeentehuis krijgt een prominente plek aan het Raadhuisplein, dat straks de huiskamer van het stadscentrum van Hoofddorp wordt. Het biedt straks één plek waar wij als inwoners, ondernemers, dus ook raadsleden, collegeleden en werknemers samenkomen. Nou, het servicecentrum in Hoevenep en Halweg komen niet te vervallen. Dat is sinds het oude raadshuis aan de Hoofdweg uit 1867 niet meer het geval geweest. Het doel is dus ook multifunctioneel. Een veilige en fijne plek om te verblijven, te ontmoeten en te werken. Maar wij als fractie vinden ook dat er toch ook bij die grote projecten goed afgewogen moet worden wat de investeringen zijn. En dat er goed gedegen onderzoek moet plaatsvinden voorafgaand dat zoiets er doorheen komt. Het is natuurlijk een aanzienlijk bedrag. Nou, we hebben kunnen lezen dat in het raadsvoorstel dat de risico's wel zijn opgenomen met een gewogen gemiddelde. Als we dan kijken naar die risico's, is het voornaamste risico van het niet instemmen met het krediet nu vanavond, dat er dan ook niet gebouwd gaat worden. Of dat de start van de bouw uitgesteld moet worden. En daarnaast zijn er een aantal algemene projectrisico's die ook van invloed kunnen zijn op projecten. U heeft het misschien al gehoord, zojuist van andere partijen. Die vier belangrijkste kanttekeningen, risico's die zijn geschetst, zijn natuurlijk niet zomaar iets. De aanbesteding van de bouw kan mislukken, vertraging van de start van de bouw zelf, de collectieve warmte- en koude opslaginstallatie, ook al bekend als BKO, is te laat klaar. De netcongestie op het elektriciteitsnet is en blijft een groot aandachtspunt. Dus ik ben vanavond benieuwd waar het debat verder over gaat, hoe partijen daarover denken. Ik denk dat het voornaamste risico van het niet instemmen met krediet inderdaad niet heel wenselijk is. En we kunnen al niet terug, dus daar ben ik het helemaal mee eens, wat mevrouw van Meeberg zei. En ik denk dat het goed is om verder door te pakken. We hebben nou eenmaal die keuze gemaakt, dus laten we gaan bouwen, want alles staat en valt met elkaar. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Hupp. Precies binnen de tijd. Dan is nu het woord aan de heer Meijer van BVNL. Ja, dank u, voorzitter. Nou ja, je kunt altijd nog terug. Ik denk dat het altijd nog goedkoper is dan dit project doorzetten. De heer Schaaf zei het ook al, we hadden nooit het oude raadhuis moeten slopen, maar moeten renoveren. Ook de aanbestedingen, daar zijn bedrijven nou niet erg lopen, daar niet echt warm voor. Zeker niet als het bij de overheid vandaan komt. Een polderpaleis van 75 miljoen euro, wat wel zeker over de 100 miljoen gaat kosten. Het duurste raadhuis van Nederland. Hoe leggen we dat uit aan de inwoners? Op de nieuwe locatie had je veel beter appartementen kunnen bouwen. Had je af kunnen vragen, goh, waar we nu zitten, kunnen we dat niet kopen voor een bepaald bedrag? Ben je een stuk goedkoper uit? Al 10 jaar lang ben ik tegen deze waanzin en daar zal ik ook tegen blijven strijden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Meijer. Dan kijk ik even rond. Ik heb nog 3 kandidaten op mijn lijstje staan. Meneer Beuzenberg, gaat uw gang. SRA. Ja, dank u, voorzitter. Nou ja, laten we u kunnen melden dat SRA ook niet zal instemmen met dit raadsvoorstel. Eenvoudigweg omdat wij de vierkante meterprijzen gewoon veel te hoog vinden. Je betaalt ongeveer 1300 euro per vierkante meter te veel. Wat neerkomt op een bedrag van rond de 20 miljoen. En dan moet het niet nog eens een keertje uit de klauwen gaan lopen. Dus daar nemen wij geen verantwoordelijkheid voor. Wij zullen tegenstemmen. Toch, meneer Meijer? Graag via de voorzitter. Hè? Maar dank u wel, meneer Beuzenberg. Via de voorzitter, meneer Meijer. Dan heb ik nog PvdA, HAP of Gezond Haarlemmermeer. Meneer Hagemeijer, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, zoals in de brief van de raadswerkgroep Begeleiding Nieuwbouw al wordt gemeld, volgt het technisch ontwerp uit het al eerder vastgestelde definitief ontwerp. Het zou gek zijn om het technisch ontwerp dan maar af te gaan keuren. Helemaal omdat het grote verschil het toevoegen van beveiligingspoortjes is. En tegenwoordig een noodzakelijk kwaad.
En ja, het is weer een kleine 2 ton meer aan kosten. Maar gezien de totale kosten van het project en bovenal de veiligheid van gebruikers, is het geen discussiepunt. We blijven echter wel kritisch over de kostenontwikkeling van het project. Want ondanks een flink hogere kosten ten opzichte van het initiële budget, blijft de business case nog immer positief. En we hebben hier wel eens eerder een vraag over gesteld. Bij welk investeringsbedrag is het omslagpunt waarbij de huidige huursituatie goedkoper en beter zal zijn dan nieuwbouw? Relevant, want gezien de onzekerheid met toekomstige kostenontwikkelingen, arbeid, materiaal, onvoorziene zaken, denk aan de kelder, en eventueel issues uit het aanbestedingsproces, het is als vaker genoemd, mensen staan niet echt te springen meer om grote projecten aan te nemen, is een overschrijding van het nieuwe budget zeker niet ondenkbaar. Want wordt onze huidige dienstverlening aan onze inwoners nu echt zo ernstig beperkt door het werken van meerdere locaties? Ik betwijfel het. De huidige situatie waarin wij momenteel werken kan zomaar de beste oplossing zijn. Tot zover. Dank u wel, meneer Hagemeijer. Dan is nu het woord aan mevrouw Denis van de PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Er is al heel veel gezegd. En eigenlijk had de PvdA ook niet zo'n hele intense inbreng of zo. Want het is gewoon tijd dat we gaan beginnen, want anders blijven de kosten stijgen. We kunnen instemmen met de poortjes, dus ook met de kredietaanvraag. Wel wil ik ook de vraag van mevrouw Van der Meeburg onderstrepen omtrent de netcongestie. Ik ben heel erg benieuwd wat het college daarop te zeggen heeft. En ook zijn we ons wel bewust, tenminste wij vragen ons af wat het risico is als we ook de aanbesteding en het onderhoud via dezelfde ondernemer laten lopen, net zoals Forza. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Denis. Dan als laatste het woord aan meneer Rip van Hap. Ja, voorzitter. Als laatste dan kan je altijd een beetje verzamelen. Maar ik had wel wat opgeschreven. En het eerste wat ik opgeschreven was dank uitspreken voor de werkgroep, voor haar inspanning. En dat neemt niet weg dat we er goed naar gekeken hebben. En ik hoop echt van harte, en dat zal ik hier uitdragen, dat de portefeuillehouder en het bestuur van deze gemeente dit project tot een goed einde mogen brengen. En dat ze gevrijwaard blijven van de tegenslagen. Want het is gewoon nodig. Het is er is geen enkel argument valide om te zeggen, we moeten het niet doen. We weten waar we vandaan komen. Het was slecht. En we moesten ons ook een klein beetje schamen voor de werkomstandigheden van onze ambtenaren. En nu hebben we een nieuw ontwerp. En we hebben 1400 ambtenaren, want dat is de ambitie. En als je dat bedrag van 75 miljoen voor de rekenaars onder ons, als je dat afschrijft over 40 jaar in het aantal ambtenaren, dan is de kosten per werkplek verdedigbaar. Voorzitter, net wat veel partijen al zeiden, en mevrouw Verstraeten zei het eigenlijk ook al, de netcongestie, dat is wel een ding. En waarom is dat een ding? Omdat ik, daar heeft de Raad al een brief over gehad in vorig jaar al, toen werd er al op gewezen. En ik vind de context, wat er hierin staat over die netcongestie en dat risico, vond ik toch wel een klein beetje te mager. En niet alleen voor het raadhuis, want dat kan ook in de planning vertraging oplopen, maar ook voor de gehele ontwikkeling. En ik zeg het nog maar een keer, voor HAP is stadscentrum nog veel te ver weg. Ik wil het eigenlijk helemaal niet noemen, we noemen het nog steeds een dorpscentrum. Dus daar willen we gewoon nog een antwoord op hebben. Maar daar zou wel wat meer duidelijkheid over moeten komen, over dat risico van dat stroom. Nou, mijn fractie is over dit project gewoon uitstekend geïnformeerd. We zijn goed beslagen ten ijs gekomen. We danken de Raad of Werkgroep nogmaals en we gaan akkoord met het voorstel. Dank u wel, meneer Rip. Dan heeft iedereen nu het woord gevoerd. En dan gaan wij naar het college. En namens het college zal mevrouw Van der Meij de vragen beantwoorden. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank Raad voor de inbreng en de overwegend positieve grondhouding, zeg maar, daar waar het ziet op de beslispunten. En die beslispunten zien inderdaad op het krediet en niet meer op het ontwerp aan zich, want dat is in de uitvoeringsfase en door het college inmiddels al vastgesteld. Daar kwam, dat hebben we wel met u gedeeld en daar waren de meningen ook wat over verdeeld. En ik zou daar wat chagrijnig over zijn, heb ik gelezen ergens in de krant. Dat valt reuze mee. We hebben daarin, of ik heb daarin de afweging gemaakt dat we in het verleden hier in deze raad bij het definitief ontwerp best een ingewikkelde discussie hadden gehad over hoe de informatievoorziening was verlopen. Dat heb ik me aangetrokken. Dat vond ik
vervelend. Niet omdat ik dat nou zo lastig vond, maar omdat ik het vervelend vond dat het idee mogelijk zou ontstaan dat er iets in die informatievoorziening niet helemaal goed was gelopen. Dus dat is voor mij de afweging geweest om het in dit geval juist wel te delen. En dat was geen makkelijke afweging, omdat ik ook wel me realiseerde dat om ongelooflijk veel en heel gedetailleerde stukken ging. En toch is dat uiteindelijk de afweging geweest omdat ik dacht van ja, ik wil gewoon dat als de Raad het gevoel heeft dat er misschien informatie niet helemaal op de juiste manier verstrekt is, dat we dat in ieder geval dit keer dat gesprek niet met elkaar hoeven te hebben. Want dat zou ik nog vervelender vinden. Dus dat is de achtergrond van dat besluit geweest. Ik probeer even in zijn algemeenheid te hebben, want de energie of de netwerkcongestie die is natuurlijk heel veel genoemd. En dat is begrijpelijk, want dat is inderdaad een risico zoals dat benoemd is. En dat is ook wel toch ook wel een klein beetje spannend. Het is alleen niet zo, dat wil ik wel even nog heel helder zeggen. Het is niet zo dat er geen stroom is. Het is ook niet zo dat het raadhuis niet in gebruik genomen kan worden als er met de netcongestie niks gebeurt. Het is alleen wel zo dat er mogelijk dan keuzes gemaakt moeten worden. En als u het heeft over de informatievoorziening over wat gaan we doen of wat zijn de maatregelen die we gaan nemen met betrekking tot die netcongestie, dat is wat mager. Dat klopt en daar zit ook wel een beetje een gedachte achter. Heel even hoesten, één moment alsjeblieft. Daar was ik weer. Dat er op dit moment een nogal actief en veel... Daar ging de waterkan, die flesjes waren soms toch nog wel handig. Dat er op dit moment veel over gesproken, gedacht ontwikkeld wordt. Er zijn, als u vraagt wat zijn de opties, ja, dan zijn dat de opties die we natuurlijk ook zeg maar in het algemene beeld, dus als het niet alleen gaat als het over het raadhuis, maar ook daar waar wij met partijen spreken, met ondernemers die vragen van en hoe moet dat nou? Er is nu op dit moment nog geen pasklare oplossing. De zaken die wij dan bij hen benoemen zijn bijvoorbeeld de flexibele contractvormen. En dat houdt in, die worden nu ontwikkeld, hè? Want dat is eigenlijk allemaal nieuw. Ik bedoel, heel Nederland is op zoek naar manieren om met die netcongestie om te gaan. Omdat het in sommige gevallen nou niet bepaald is dat er helemaal geen stroom is. Maar dat het in de piekmomenten zit waarin het misgaat. Dus daar zou je, als je dat aftopt, kun je daar met elkaar, valt er nog echt wel wat te verdelen. Dus die flexibele contractvormen die zijn nu in opkomst. En dat betekent dus dat er een flexibel verbruik is vastgesteld. Wat betekent dat je op een bepaald moment wel je volledige aansluitcapaciteit mag gebruiken en op andere momenten niet. Een andere vorm is natuurlijk eentje die ook door mijn collega Marja Ruighoek, maar ook door mijzelf veelvuldig genoemd wordt. En dat is het virtuele netwerk op Schiphol Trade Park. Ook dat zijn opties waarnaar gekeken worden. Waarom hebben we dat nou nu nog niet heel uitgebreid opgeschreven? Nou, die flexibele contactvormen, dat is nog echt in ontwikkeling. Dus dat is, daar gaat echt wel wat gebeuren. Maar hoe precies en in welke vorm, dat kunnen we eigenlijk nu gewoon nog niet zeggen. Dus dat is de reden. Er wordt ongelooflijk hard aan gewerkt. Gaan we het oplossen? Ja, het is een risico. Dus dat antwoord kan ik hier nu op dit moment nog niet geven. Dan ga ik eventjes proberen de vragen af te lopen. Een aantal mensen heeft ook gevraagd van ja, hoe zit het eigenlijk met die vries op die dakrand? En daar weten we helemaal niks van en daar zijn we helemaal niet over gehoord. Nou, dat vries op dakrand, dat die komt, heeft u zelf besloten in het definitief ontwerp. Hoe die eruit gaat zien, daar geven we ook van aan. Daar komen we nog bij u over terug. U geeft ook aan, ook op verschillende mensen vragen dat, ja, dat beeld en maintain. Wat betekent dat nou? En wat zijn de risico's? Nou, het feit dat je build and maintain doet, daar zit ook de gedachte achter dat de aannemer er belang bij heeft om een pand neer te zetten waar hij zo min mogelijk onderhoudskosten aan heeft. Want daar is hij dan ook verantwoordelijk voor. Dus hoe beter en hoe kwalitatief hoger dat pand is, hoe minder onderhoud hij heeft, hoe minder het hem kost en hoe meer hij er uiteindelijk op verdient. Dus dat is de gedachtegang achter die build and maintain. En betekent dat een aannemer niet failliet kan gaan? Of wat betekent dat? Ja, dat kan gebeuren. En daar probeer je natuurlijk in de contractvorm al met elkaar afspraken over te maken. Over wat als die
kans zich voordoet. Maar het betekent ook dat stel dat het zich voordoet, dat je uiteindelijk een nieuwe aannemer moet gaan vinden die wel het onderhoud kan verrichten. Het is in de toekomst kijken en dat, ja, dat kun je beperkt. Even kijken hoor. Meneer Zuiderwijk van GroenLinks, u vroeg over de aanbesteding. Mevrouw van der Meij, ja? Er is een aanvullende vraag op uw laatste antwoord van meneer Schaap. Even een heel snelle vraag, gewoon een punt, kunt u meegeven. Beeld en meteen dan het risico op faillissement. En wat als we dat in eigen beheer zouden gaan doen? Zijn daar voor, zijn daar nadelen voor? Zijn die al bekend? Dit is wel een heel technische vraag. Dus ik ga even naar mevrouw van der Meij kijken. Of ze die kan beantwoorden en of die schriftelijk anders wordt beantwoord. Ik maak even mijn antwoordronde af en dan kijk ik of ik dat, die vraag kan beantwoorden. Op dit moment nog niet in ieder geval. Ja. Sorry, er is nog een aanvullende vraag van mevrouw Denis. Ja, dank u wel, voorzitter. Het mag prima aan het einde beantwoord worden, hoor. Maar nu kwam er mij de vraag op van de wethouder geeft aan, we gaan proberen in het contract daar afspraken over te maken. Maar wat nou als blijkt dat er aannemers daar dus niet zo happig op zijn? En dat dat soort afspraken dus ook niet gemaakt kunnen worden omdat zij het een te groot risico vinden. Zijn er dan andere opties die we gaan volgen voor wie het onderhoud gaat doen? Zijn daar al ideeën over? Mevrouw van der Meij. Ik ga toch nog even een vervolgvraag ophalen van de heer Beuzenberg. Ja, dank u voorzitter. Ja, ik zou de wethouder willen vragen of er eventueel een financiële dekking wordt ingesteld bij zo'n aannemer. Een soort garantiestelling dat mocht die failliet gaan, dat daar in ieder geval dan een bankgarantie of dergelijke tegenover staat. Is dat ingebouwd? Ik ga terug naar het college. Ik denk, misschien wilt u uw rondje afmaken en kijken of u antwoord kunt geven op deze laatste vraag aan het einde. Afhankelijk van wat u het makkelijkst vindt, mevrouw van der Meij. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de bankgarantie, dat is het geval. Die zit in het contract. Wat er verder voor afspraken gemaakt worden en hoe dat werkt, kijk, dat heeft met die aanbesteding te maken, mevrouw de Nien. Dus als een partij tot de conclusie komt, dit is niet voor mij, dan denkt hij niet mee in de aanbesteding. Ja. Meneer Beuzenberg. Ja, dank u voorzitter. Ja, dan heb ik toch een aanvullende vraag. Want als een bankgarantie is ingebouwd, dan kun je toch ook spreken dat er geen risico is. Mevrouw van der Meij, is er dan geen risico als er een bankgarantie is ingebouwd? Nou ja, die bankgarantie zal een deel van de kosten mogelijk afdekken. Maar nogmaals, dit is een fictief gesprek dat we voeren. En je dekt fictieve risico's af. Maar het moment waarop het risico zich voordoet, is natuurlijk van invloed over wat je nog kunt met die garantstellingen. Je kunt natuurlijk niet een bankgarantieafspraak voor het hele onderhoudscontract. Dus die vraag kan ik... Er blijft altijd een risico op faillissement. En dat risico, dat dek je, dat mitigeer je en dat dek je zo afdoende mogelijk af. Maar een risico is niet voor niks een risico. Inderdaad, eigenlijk bevestig ik daarmee. In dit geval niet. Ja, tot slot, voorzitter. Tot slot. Maar als er een goede bankgarantie afgesproken wordt die dat wel dekt, dan hebben wij toch geen risico? Eigenlijk dezelfde vraag in een ander jasje. Nou, daarmee gaat u ervan uit dat je een bankgarantie kunt afspreken die zeg maar even hoog is als het totale contract. Ja, en dat is... goed, dat is een onderhoudscontract van 20 jaar, dus dat is nogal wat. Ik ga nu echt nog terug naar de heer Zuiderwijk van GroenLinks. Die vroeg, ja, die aanbesteding, 16 april is de start van die aanbesteding. Dat is afhankelijk van wat er uiteindelijk met de besluitvorming rondom dit raadsvoorstel gebeurt. Want nogmaals, je kunt pas gaan aanbesteden als er krediet verstrekt is. En op 16 april gaat die open voor de aanbesteding. Dus dat is nog niet de afronding, dat is nog niet het begin. Dus 16 april is de start van de aanbesteding. En op dit moment is alleen nog maar een, ik ben weer de technische term vergeten, een pre-fase start. Meneer Zuiderwerk,
met een aanvullende vraag. Ja, wij zijn van mening dat de aanbesteding wel bezig is, want je bent al aan het selecteren. Er zijn maximaal 5 partijen die gaan aanbesteden, maar dat even aan de kant geschoven. De planning is wel al duidelijk, maar waarom wordt er in het raadvoorstel zo vaag gezegd dat het voorjaar de aanbesteding gaat beginnen? Ook al is op tendernet al duidelijk wanneer de aanbesteding waarschijnlijk gaat beginnen, als dit natuurlijk geaccordeerd wordt. We snappen de vaagheid waarom zo vaag gesproken wordt en niet duidelijk gesproken wordt wanneer dit gaat beginnen, begrijpen wij gewoon niet. Mevrouw van der Meij. Omdat dat afhankelijk is van wat er gebeurt met dit raadsvoorstel. We kunnen niet in een raadsvoorstel een datum zeggen die zich mogelijk niet gaat voordoen, omdat het raadsvoorstel niet of in andere vorm wordt aangenomen. En als het gaat over het einde van de aanbesteding, dat is ook een. We weten wanneer we de selectie gaan maken, dan is de vraag. Dan hebben we de zogenaamde de wachttijd, de Alcatel-periode, waarin partijen zich kunnen weren. Dat is de vraag of dat gebeurt. En als dat niet gebeurt, ben je al sneller uit die aanbesteding. En anders dan heb je gewoon die termijn af te wachten. Dus dat is het antwoord, meneer Zuiderwijk. En meer kan ik er niet van maken. Maar u heeft daar nog een vraag over, zie ik. Meneer Zuiderwijk. Ja, klein puntje. Ja. Het punt is gewoon, er is een planning. Het is duidelijk. Had er ergens iets in vermeld in het raadvoorstel? Dat had in ieder geval vanuit ons fijner geweest. Want blijkbaar zijn er al stappen gezet worden. Dat weten we. Er zijn stappen gezet. Wij denken gewoon dat het beter is om de raad hierover gewoon te informeren. Dat is alleen geen vraag, een opmerking. Dus ik ga terug naar mevrouw Van der Meij voor de verdere beantwoording van de vragen. Dank u wel, voorzitter. Eventjes kijken. Ik geloof eigenlijk, want net congestie heb ik gehad. Meneer Hagemeyer van Gezondheden, meer had het over de kelder. En dan vind ik het toch wel fijn om u te zeggen dat die inmiddels volledig gesloopt is. Dus dat we daar, die is echt klaar. Even kijken, mevrouw de Nie had het over het risico van dezelfde aannemer. Nou, daar heb ik van gezegd, dat is juist ja, die. En de heer Rip geeft ook aan, net congestie, die is te mager. Daar heb ik op gereageerd. En dan heb ik volgens mij alle vragen beantwoord. Dan ga ik even rondkijken of dat klopt. En of er verder nog aanvullende vragen zijn. Meneer Schaap. Het was niet zozeer een vraag van me, maar het was wel een opmerking. En ik zou graag willen weten of de wethouder daar rekening mee wilt houden wat betreft de fractiekamers, dat er toch weer in de bouwkundige plannen vergaderruimte staat bij vermelden. Mevrouw Van der Meij. Dank u wel. Ja, ze heette vergader. Of sorry. Dat is wel jammer dat ik het nou zo zeg. Ze heten fractiekamers, maar het zijn tevens op het moment dat ze niet in gebruik zijn als fractiekamer ook vergaderruimte. Dus ik geloof niet dat u zich zorgen hoeft te maken dat daarmee de terminologie, zeg maar, die we hanteren in het gemeentehuis als het straks staat, dan wordt er heus als eerste fractiekamers genoemd. Maar bij de bewegwijziging ongetwijfeld ook vergaderruimte, want dat is het wel ook. Meneer Schaap, een aanvullende vraag. Maar er is een motie aangenomen in deze raad om het specifiek alleen als fractiekamers te benoemen. Dat er inderdaad vergaderd kan worden, dat is een bijzaak, dat kan. Maar in eerste instantie moeten ze gewoon fractiekamers heten, zowel in de plannen als in de bewegwijziging. Dat is uitgesproken, dus dan zie ik dat ook graag terug. Mevrouw Van der Meijberg, u heeft ook nog een vraag. Ja, ik heb een vraag aan meneer Schaap. Hij maakt zo'n punt van die fractiekamers dat het lijkt alsof hij de fracties belangrijker vindt dan de 1400 ambtenaren die daar moeten komen werken. En dat vind ik eigenlijk een beetje gek. Ik wil vragen of hij dat wil toelichten. Ja, we zijn eigenlijk met de beantwoording van het college bezig, maar ik behandel hem even als een interruptie op de vraag. Dus meneer Schaap, wat is uw reactie hierop? Nou, mijn reactie is dat mevrouw Van der Meijberg dingen hoort die er helemaal niet gezegd zijn. En dat ze zich niet zoveel zorgen hoeft te maken, want het is helemaal niet hoe wij erin staan. Maar we hebben gewoon duidelijk een motie ingediend die oproept dat die kamers fractiekamers in de eerste plaats zijn. En ook zo worden genoemd. En in de tweede plaats vergaderruimtes voor de ambtenaren. En dat is precies hoe het is, meneer Schaap. Dan
Dat kan ik alleen opmerken voor voorzitter. Via de voorzitter, dank u wel. Voorzitter, dan kan ik opmerken dat de bouwkundige bijlagen door D66 niet zijn gelezen in ieder geval. Ik zie verder geen reactie. Ik wil wel meegeven dat dit onderwerp specifiek niet van belang is voor de stemmingen van vandaag. Dus de afhandeling van de motie, dat is separaat van waar we vandaag over moeten stemmen. Volgens mij waren alle vragen beantwoord vanuit het college. Ik ga nog één keer rondkijken of er nog aanvullende vragen zijn, want anders ga ik deze sessie afsluiten. Nou, dan kan ik concluderen dat er verder geen vragen zijn en dat het raadsvoorstel met de beslispunten dus voldoende is besproken. Dit stuk komt terug op de stemmingen van 11 april en zal worden doorgeleid. Dank u wel.